luisteraars, en we zijn begonnen met het wondermooie Eenzaam zonder jou van Wil Tura. Aangevraagd door Vertongenmark voor zijn bevallige bieke. En jawel, beste luisteraar, ook u kan nog de hele avond lang uw geliefde verrassen met een romantisch verzoekje. Bel daarvoor naar de gratis Radio Hallo Liefdeslijn op 255... 255. Ja, en ik wacht samen met u op de eerste beller, luisteraar. Onze directe lijnen zijn nu open. Ja. Blijkbaar luisteren er vanavond weinig romantische zielen. Kom aan, ik wil uw stem nu horen. Nu! Ha! Radio Hallo Liefdeslijn met Mark. Ah, Markske, het is Carmen. Ik zou graag een plaatje willen aanvragen voor mijn sjoeken. Ik sta voor hem nog altijd, na al die jaren, in vuur en vlam. Amai. En welk nummer mogen we voor u draaien, mevrouw Waterslagers? Van de Pointer Sisters. Fire. 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 En vanwaar deze originele keuze? Wel, ik hoop met dit liedje zijn liefdesvuur terug aan te wakkeren. Ah, zo. Fire. Fire. Ah, een klein ogenblikje, mevrouw Waterslagers. Fire. Fire. Brand! Beste luisteraars, blijkbaar is het liefdesvuur van Carmen overgeslagen naar de studio. We moeten hier helaas onze uitzending beëindigen. Twee watertjes en een koffie, hè? Ik leef niet voor niet. Ja, maar op nog geen 5 minuten, hè? Heel mijn radiostudio verdient. De nieuwe, de mijne, ja. Kieke. Goh, waar was mijn Mark in de vlammen was gebleven? Oh. Dan heb je nu Kieke naar het spit gehad. Ja, nu, als Carmen u niet had gebeld, hè, dan was er niks gebeurd. Oh. Op uw gemak, hè? Straks ga je nog zeggen dat mijn schuld is, hoor. Nee. Van alles zelfs dat de pompiers met een Tom hebben kunnen redden. Uw Tom? Jonas. Wie? Tom Jonas. Kijk toch Tom Jonas? Allee. Kijk. Oh, voilà. Ah, ja, ja, dat is mijn lijflied, hè, juist. Wat sneeuw, pussycat. Oh, kijk dat. Dat is mijn lijflied. Zeg, Mark, wat heb ik nu gehoord, zeg? Maar nu moet dat toch wel lukken. Dat ik toevallig een spiksplinternieuwe occasie heb liggen. Wel ja, en spiksplinternieuw supermodern studiomateriaal kun je bij mij kopen voor een spotprijs. Ja. Kostermans, ik moet u een bazaar niet hebben. Oh, bazaar? Want ik heb een spiksplinternieuwe supermoderne mega hichtig radiostudio laten bouwen. Maar dat was toch compleet debat. De nieuwe radiostudio. Wow. Mark, dan kun je intussen op mijn materiaal een beetje oefenen. Hè? Zeg, maar waarom weten wij dat nu pas? Dat moest een surprise blijven, hè. Maar nee, ik zal het nu zeggen. Over 3 dagen komt de nieuwe Radio Hallo in de ether. Ja, en daar heb je dan wel geld voor. Ja. Maar als wij nieuw degelijke ballen vragen... Of nieuw doelnetten... Ik moet de concurrentie het hoofd kunnen bieden, hè, kopijs? Concurrentie, welke concurrentie? Figaro. Radio Figaro. Dat is toch de radio van mijn concurrent Jean-Luc Rookjans? Die mislukt het zeer. Hij moet me toch altijd nahelpen, hè? Meneer Boma, wanneer kan ik die nieuwe studio dan eens bekijken? Jij? Ja? Jamais.
Oeh, jij mocht Mark zijn hobby niet zomaar afpakken. Want Mark is al jaren de stem van Radio Hallo. Ja, absoluut. Sorry, Bieke, de tijd van het amateurisme is voorbij. Vanaf nu werk ik alleen nog met professionals. Ja. Alsof jij het verschil kent, dikke nek. Ja. Liever een dikke nek dan een dikke pens, hè? Weet dat je pens een dikke aardig. Meneer Boma, Mark mag toch nog één programma presenteren? Voorzitter. Niks van. Alles. Ik neem niet het risico dat dat Kiek een tweede keer bij de studio in de fik steekt, zeg. Allee. Allee. Ja, voorzitter. Nee. Hier zijn Mark, een lekkere warme choco. Hé jongen, het zal u deugd doen. Mooi, het leven is mooi. Mark, ik snap echt niet dat jij er zo vrolijk bij kunt blijven. En waarom niet? Mijn dochter is zwanger en mijn partner ziet mij graag. En mijn schoonmoeder is dood. Hoera. Ik vind dat heel erg, Carmen. Ja, voor Maurice. Dat zou je anders niet zeggen, hè? Ja, zeg, mama heeft onze relatie al lang genoeg gesaboteerd. Hè. Eindelijk zijn wij vrij. En denkt Maurice er ook zo over? En wel, Maurice die... Pascalke, ja? Ik ga naar de winkel, ja. Tot je beter. Ja. Hé, laba, vergeet jij niks, snoezeke? Oh, ja, natuurlijk. Ja, het gaat al veel beter, Doortje, ja. Ja, Maurice die beseft dat hij mama moet loslaten. Ja. Mama, zo komt ze ook nog eens onder de mensen. Eerst gaan we naar de beenhouwer, hè, mama? Hé, hey, schatje. Mijn schatteke. Zijt jij nu nog altijd triestig? Mag het, Bieke? Radio Hallo, dat was wel mijn droom, hè. Mijn levenswerk. Zonder Radio Hallo heeft mijn leven geen zin meer. Oh. Hey. En ik dan? Je hebt mij toch nog? Misschien moeten we wat meer naar de cinema gaan. Of naar de sauna. En zo gezellig met ons tweekens, hè? Wat denk je? Oh, heel gezellig. Zo'n beetje in uw blote liggen zweten in een oude tuinhuis. En over een paar maanden word jij papa. En dan kun je met ons kindje spelen. Pieke, dat is wel nog 6 maanden, 20 dagen, 3 uur... en 7 seconden. Hier. Uw chocomelk. Allee. Zelfs dat smaakt me niet meer. Ik kan me maar beter ophangen, hè. Zeg, schatteke, nu is het genoeg, hè. Je moet de werk pakken. Ik wil terug de vrolijke, opgewekte Mark. Maar wel, Bieke. Die vrolijke Mark is door meneer Boma vermoord. Zeg, Mark, alsjeblieft, hè. Radio Hallo, dat is gedaan, oké. Dat is heel jammer. Maar er zijn toch nog radiozenders. Hij gaat daar een keer uw licht op steken. Misschien zoeken ze wel iemand. Huh? Dat is waar. Goed idee, Bieke. Dank u. Ik ga direct solliciteren. En weet je al waar? Nee. Maar nu wel. Dag, Bieke. Zo dadelijk mag ik 20 vrijkaarten weggeven voor de avant-première van de nieuwe Spielberg na Bryan Adams en zijn Summer of 69. Wauw. Meneer? Ah, Evi Graaiaert. Hallo, ik ben Vertongen, Mark. Zo. Amai, met die bril ziet jij er wel veel intelligenter uit. Kan ik u misschien ergens mee helpen? Nee, ik kan u helpen. Ja, ik heb gelezen dat je het wat kalmer aan wilt doen. Hier. En voilà, hier ben ik. Ik denk niet dat ik u helemaal begrijp, meneer. Vertongen, Mark. Maar zeg maar gewoon, Mark. Evi, dus jij wilde eigenlijk stoppen bij Donna. En ik ben ontslagen bij Radio Hallo. Dus voilà, ik kom u vervangen. Zo.
Ja, beste luisteraars, dit is Mark Vertongen en ik ben voortaan jullie gezelschap op dit uur. Ja, ja, yippie yippie yay, Mark Vertongen makes your day. Vertongen, ik denk helemaal nog niet aan stoppen. Maar jawel, kijk, het staat hier, op pagina 12. Ja, maar nee, ik had gewoon tegen die journalist gezegd dat ik een zwaar weekend had gehad, meer niet. Ja, beste luisteraar, en als u wil dat ik voortaan dit programma presenteer, sms dan Mark Spatie Vertongen op het nummer 3712. Ja, ah, een lichtorgel. Marie, zoek gewoon werk. Nee, stoppen. Een bijzonder goede avond iedereen. Welkom bij 1. Zometeen een zeer spannende aflevering van Thuis, want daarin zal de tweelingbroer van de dubbelganger van Frank... Meneer. Ah, Katja. Ja. Excuseer meneer, maar ik ben wel live aan het omroepen nu. Oei, ha, dus, ja, tof. Het past misschien niet. Ja. Ja, ik zal gewoon verder doen. Excuseer, dames en heren. Zometeen dus een nieuwe aflevering van Thuis. En het wordt dus heel spannend. Oei, ja, ik kan nu echt niet blijven voor een babbel. Nee. Dag, hè. Oké, dag. Excuseer nogmaals. Zometeen Thuis, maar nu eerst het weerbericht met Frank. Kom hier. Goeiedag. Waar is Arthur? Ja, waar is Arthur? Waar is Arthur? Maar dan is er wel een wolkenband die de volgende uren van het westen naar het oosten zal passeren en die schuift dus over ons land. Frank, wauw, mag ik uw camera eens gebruiken? Ja, we zijn wel op antenne. Dank u, dank u. Hey, hallo, beste kijkers. Mijn naam is Vertongen Mark en ik zou heel graag bij de radio komen werken. U kan mij steeds bereiken op het volgende nummer. Ah, 0477546062. Doen! En dan nu weer, meer weer, met Frank. Bedankt, Frank. En de groeten aan Sabine. De groeten... Ja. Het weer ziet ervoor... Waar blijft ons puntje? Moment, ik heb maar twee handen. Ah, ja, is toch lekker. Ja, Pascal, is Maurice niet hier om te helpen? Oh nee, die is pistoletjes gaan kopen met mama. Oh. Ik heb Maurice ervan kunnen overtuigen dat hij mama voortaan thuis laat. Ja. Dan gaat het toch de juiste richting uit. Eigenlijk niet, Doortje. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Hij heeft haar urne op het nachtkastje gezet. Maurice zou er eens tussenuit moeten. Ja. Ons Madeleine heeft ons zondag uitgenodigd in Oostende op de paardenrennen. Oh, de paardenkoers. Oh, daar zou ik ook eens graag naartoe willen gaan. Ja, ja, ja. Ik ben zot van die jockeys met die spannende broekjes aan. Hè. Carmen, de paardenrennen, dat is niet voor het gewoon volk. Nee, voor een barones met een vervallen kasteel. En daarbij ben ik geen gewoon volk. Xavier, wij gaan zondag naar de paard. Zoeken, wat kunnen wij daar nu gaan zoeken? Ja, jij bent toch zot van paarden, hè? Van paardenbiefstuk, ja. Zie daar. Boma's Angels. Ah, zijn mijn copains van de kampioenen. Mag ik u presenteren, Dina en Dena, de stars van de nieuwe Radio Hallo. Vannacht morgen elke dag te beluisteren op de lokale radio op 104.6 SM. FM. Ah, wel ja. En de luisteraars gaan plat gaan voor hun sexy stemmetjes. Nee, niet alleen voor hun stemmetjes. Hè? Zeg, en voor die Barbie-poppen moest mijn Mark weg. Barbie? Ja, ja. Bieke, c'est la vie, hè? Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Mag Vertongen gaat, Dina en Dena komen. En jij ook zeker. Bieke!
heb werk. Echt? Ja. Oh, Mark, dat is fantastisch. En waar? Bij Radio Figaro. Ah! Figaro! Allee, proficiat verkeerde. Pascalke, op de ondergang van mijn concurrent Jean-Luc Grootjans tournee zijn er. Kom, Mark, we zijn hier weg. Oh, ja, maar Bieke, meneer Boma geeft juist een tournee. Mark. Is het niet lekker? Jawel. Het is alleen... Uw moeder. Ja. Ik mis mama. Ja, Maurice, ik begrijp dat. Maar het leven gaat voort. En wie dood is, komt niet meer terug. Gelukkig. Weet je, Pascal? Hm? Eigenlijk doet jij mij aan mama denken. En wel, merci. Zie ik er al zo oud uit? Nee, dat bedoel ik niet. Maar zij was ook zo nuchter en zij had ook die kordaatheid. Maurice, het wordt hoog tijd dat je mama loslaat. We kunnen nu eindelijk samen van het leven gaan profiteren. Ja. Ah ja, we gaan zondag naar de paardenrennen. Ja. Naar de paardenrennen? Ja. Ons Madeleine heeft ons geïnviteerd in Oostende. Ik denk niet dat een goed idee is. Maar natuurlijk wel, Maurice. Dan kom er nog eens buiten en de lucht zal u goed doen. Ja. Hè? Pascal, maar de paardenrennen, dat is echt niks voor mij, geloof me. Maar, enfin, Maurice, al het chic volk gaat er naartoe. Hm? En wij zijn toch chic volk, want wij zijn toch van adel? Ja, Pascal, maar ik ben allergisch aan paarden. Oeh. En als jij gaat jagen, dan zit jij toch ook op een paard? Ja, maar niet op een renpaard. Ik ben alleen allergisch aan renpaarden. Och, Maurice, je beeld u dat allemaal maar in. Wij gaan ons zondag eens goed amuseren. Ja, Pascal, maar ik kan dat niet aanzien, hoe ze die paarden van de zweep geven, zo onmenselijk. En wil, dan doe je ogen dicht. Maar wij gaan zondag naar de paardenrennen. Ja, die kordaatheid, hè. Juist, mama. Allee, ladies. Op de nieuwe radio, hallo. We gaan wel beginnen, hè. Ah, ça y est. One, two, three, actie. Oei, verkeerde knop. Dag, liefste luisteraars. Dena hier, hè. Ik ben jullie hete pitpoes op de racebaan van de liefde. Hou jullie vast voor de meest opwindende, hete, sexy radioprogramma's ooit uitgezonden. En we gaan weer. We moeten nog niet passeren van de eerste keer. Die laat het terug op je geju. Luisteraars, Dina hier. Ik ben jullie tweede pissepoes en ik eet jullie welkom en beloof jullie nog wel stomende octopoen. Octopoen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Octopoen. Dat doet het niet toe. Luisteraars, hier komt What's New Pussycat van Tom Zones. Dit was Radio Alarm. Zeg, hoe spreek jij nu? Ik spreek nog niet goed de Vlaams, maar ik leer en ga doen mijn uiterste best. Ja, ze heeft nog een klein beetje een accent, hè, Baldezaar. Maar ik zal Kik ervoor zorgen dat ze even schoon spreekt als een Kik. Hm? Heb jij al voor de radio gewerkt? Ah ja? Als een stesse? Ja.
jij zei het. Allee, kom. Maak het kort, hè, want ik heb niet veel tijd, hoor. Zie, Balthazar. Heb je de laatste luistercijfers al gezien? Mijn Radio Figaro heeft een marktaandeel van bijna 6%. Dat is niet moeilijk. We kieken achter de micro. Ha! Ja, laat uw pissippel ze maar presenteren. Dan moet het met een helft minder doen. Wat hier? Dat kan. Die cijfers zijn gemanipuleerd. Niks gemanipuleerd. Dat zijn officiële papieren. Ja, dat is een teken dat de mensen nog niet gewend zijn aan die vernieuwing. We zullen elkaar binnen een paar weken wel lekker klappen. Binnen een paar weken luistert er niemand meer naar Radio Hallo. Jij had Mark nooit mogen ontslaan, meneer Boma. En dat was Ricky Martin met Maria. En met het volgende nummer blijven we in Zuiderse sferen met Belle Perez en Timmy. Wat doet dat kieken op mijn Radio Hallo? Je bedoelt Radio Figaro. Huh? Ja, Balthazar. Zover is het gekomen dat uw personeel naar mijn radio luistert. Allee, salut! Zet de radio onmiddellijk op Radio Allo. Meneer Boma, wij willen ook wel eens iets anders horen dan een hele dag. What's new, pussycat? Wow, wow, wow. Dat was het enige plaatje dat de brand heeft overleefd, hè? Ja, koop dan nieuwe plaatjes, hè? Maar daar is voorlopig geen geld meer voor. Eerste sponsoring, hè? Dan luisteren wij voorlopig naar Radio Figaro. Ja. Hela, dit is hier nog altijd bij het huis. En ik beslis naar welke radio dat hier geluisterd wordt. En ik luister naar Radio Figaro. Radio Hallo, zeg ik. Ik kan niet kaarsen met die muziek. Nee. Carmen Sassuvia. Voilà. Luister maar verder, hè. Naar die bron van die Figaro. Barbaar culturen. Dat is een schoon gest van ons Madeleine, hè, Maurice? Om ons uit te nodigen in de VIP. Zo chic. Maar waar blijven ze nu, hè? Ons Madeleine die moest hier een half uur geleden al zijn. Hé. Hey. Wie is die man, Maurice? Die? Geen idee. Nog nooit gezien. Dag, meneer. Ook een boekje wagen. Dag, Maurice. Die kent u precies ook. Maurice, zijn jij hier nogal geweest? Hier? Ja. Nee, Pascalke. Wat zou ik hier nu komen doen? Ja, maar hij wist wel uw naam. Toeval. Hé, hey, hier is ze, de Maurice. Wat is die nog eens buiten? Oeh, kent u Maurice? Mooi, madame, wie kent die de Maurice nu niet? Hé, hey, we hebben elkaar hier vroeger vaak gezien, hè, jongen. Veel meegemaakt, hè. Allee, dan is je mint, hè. Maurice, waarom lieg jij tegen mij? Liegen? Ik? Iedereen kent u hier en jij zegt tegen mij dat je hier nog nooit geweest bent. Ik zeg altijd, wie geen antwoord krijgt, heeft de verkeerde vraag gesteld. We zijn er, hè? Carmen, had ik u niet gevraagd om hier weg te blijven? Ik moet ik niet naar u luisteren, hè? Ja, zei mijn moeder niet. Hadden ze nu echt geen maatje groter in die winkel? Huh? Mijn broek is zelfs al gescheurd. Waar heb jij dat pak gevonden? Bij Spullenhulp. Wat blieft? Jij denkt toch niet dat we met uw soldij een Bickenbergs kunnen kopen, hè? Jij weet niet wat dat mij een outfit gekost heeft, zeker? Nee, maar ik zou het wel willen weten. Ik denk het niet. En? Is ons Madeleine er nog niet? Ze zal hier direct zijn.
Dus ga alsjeblieft weg. Ja, dank u. Zoeken, zoeken. Maurice. Allez. Hallo, Pascal de Bakker. Ja, Madeleine. Wat zei je? Ja, dat is spijtig, ja. Ja, nee, natuurlijk niet. Ja, allee, ja. Ja, dag Madeleine. Het was ons Madeleine. Ze staan in pan met hun Mercedes. Kunnen we terug naar huis? Niks meer. Ik zal een kik u wel gezelschap houden. Ja, zo, dank u. Hier, Sjoeke. Allee, santé, hè. Ah. Ah. Copain. Copain. Meneer Boma, iets niet okido met uw libido. Alles stipt op met de libido, maar niet met de radio. Oei. Billy Copain, jij moet mij helpen. Ja? Ja, ik heb Dina en Dena moeten opslaan bij de radio, hè. Was op mijn spijt in mijn hart, hè, wat ze bent. Dat ging niet meer bij de radio. En nu wilt jij dat ik kom presenteren? Oh, nice. Nice. Ja, cool. Ah, ja. Nee. Ja, ik zou dat wel willen, maar ik wil geen abras mijn moeder overste, jong. Nee, ik ga zelf achter de micro zitten. En waarmee moet ik u dan helpen? Billy Copain, la jeunesse. Wat wil de jeugd tegenwoordig horen op de radio? Om te beginnen, goede muziek. Je zegt daar zoiets. Wat sneeuw, pussycat? No. De jeugd wil stevige muziek. Stevige muziek. Met ballen. Met ballen. Rock. Rock. En het mag best een beetje stout zijn. Hoe stout? Wel, je doet van die foptelefoontjes. Je belt iemand op en je sleurt die er eens goed door. Succes gegarandeerd. Wel, Billy, ik maak van Radio Hallo een topradio. Ik heb ook al een artiestennaam, hè. DJ BB. Mega dag! Dank je wel. Sjoeke, wat ga je nu doen? Als je naar de paardenkoers komt, dan moet je gokken, hè. Sjoeke, je hebt al meer dan genoeg geld uitgegeven. Ja, en nu ga ik al wat ik heb uitgegeven terugwinnen. Een vrouw die luistert naar haar vent, hè. Dat is een geriefse. Pascal, wacht jij je kans niet? Nee, wij komen meer voor de sfeer. Oh. Ik zet 10 euro in. 5 euro is meer dan genoeg. Tuut. Een mens moet risico's durven nemen in zijn leven. 10 euro op nummer 7, Black Beauty. Nee, nummer 5, Pretty Woman. Die komt altijd snel uit de startblok. En als de andere paarden op hun tandvlees zitten, kan zij nog altijd dat beetje meer. Dat heeft ze van haar vader, Robin Hood. Dat stond in de gazette. Ja, dat kan allemaal goed zijn, hè? Maar dat is gazettepraat. Ik blijf bij mijn geluksgetal. Nummer 7. Alsjeblieft, mevrouw. Black Beauty. Dank je. Kijk, ze gaan vertrekken. Oh! Ja. Come on, Black Beauty! Come on, give us! Come on! Ja! Ja, daar is nummer 5! Ja! 5 heeft gewonnen. Voilà. Zeg! Weer al 10 euro kwijtgespeeld. Ja, je moet op mij niet kwaad zijn, hè? Dat is allemaal de schuld van Maurice. Ik heb gezegd dat ik nummer 5 moest inzetten. Jij had mij moeten tegenhouden. Kom, opnieuw. Niks van. We hebben al genoeg geld verloren. Maar al niks op je. Wil meneer ook soms een gokje wagen? Nee, ik gok nooit. Och ja, waarom ook niet? Kom aan, Maurice. We gaan champagne drinken. En dat is na het geweld van Ramstein
Ga met nu maar rustig raad doen met een gouden ouwe. Ga met nu dus niet rustiger aandoen, want straks staat op het programma ACDC. ACDC. Ah, ben ja. ACDC. Met het nummer Tunderst Ruk. Maar eerst gaan wij over naar oude vrijsters in onze samenleving. Ieder jaar zijn er meer en meer vrouwen die niet meer van de straat geraken. En in ons dorp hebben wij een pracht exemplaar wonen. Als alles goed gaat, dan krijgen wij ze zo meteen aan de lijn. Hallo, met Schepende Leiden. Dag, patante schepen. Wij doen een onderzoek naar een stijgend aantal alleenstaande vrouwen. Mogen wij u een paar vragen stellen? Ja, doet u maar. U gaat ook nog steeds zonder man door het leven, hè? Is dat een bewuste keuze? Niet echt, maar mijn drukke politieke en sociale bezigheden laten geen relatie toe, hè. Ah, komt het niet omdat jij ook een lelijke toos bent? Pardon? Je hebt u zelf niet gemaakt, natuurlijk, hè. Maar de dokters kunnen heel veel tegenwoordig. Meneer, hoe durft u? Maar een paar liposructies en je bent direct weer een beetje presentabeler. Maar terwijl dat ze bezig zijn bij u, zouden ze ook niet iets kunnen doen aan die lelijke moedervlek van achter op uw gat. Het is precies een kaart van Afrika op zijn kap. Hoe weet u dat? Met wie spreek ik? U spreekt met DJ BB van Radio Hallo. Het programma waar de mensen bellen, zoals u nu. Verstaan u? Is dit uitgezonden? Mijn gedacht! Balthazar, zet ik er dan. The one and the only. Hartelijk bedankt in naam van de luisteraar voor uw openhartig gesprek. En speciaal voor u gaan wij nog een plaatje draaien van Kadri. Allee, waar zit hij? Naar het wc gaan, dat is toch geen uur werk? Ja, hij zal zijn eigen toch niet doorgesjost hebben, hè? Ah, is hem dat daar niet? Wat is die daar aan het doen? Zo, en mijn horloge, die krijg je ook. Dat is een erfstuk van mijn papa zaliger. Hier, die heeft een fortuin gekost. Ik zet dat allemaal in. Wat kan ik? Maurice, zijt jij aan het gokken? Zo, een heel klein beetje zo. En wat heb jij al allemaal verspeeld? Wel, Maurice? Zo ongeveer alles. Alles? En wat is dat, alles? Mijn pre. Maurice. Verskalke! Ik wou niet naar de paarden rennen, hè? Ik zeg altijd, zet de kat niet bij de melk en Maurice zeker niet bij de paarden. Blijkbaar, ja. Nog een geluk dat ons Madeleine hier niet is. Te schande. Maurice, gok verslaafd. Dat is pas nieuw, hè? Carmen, je gaat dat toch niet aan Jan en Alleman vertellen? Nee. Maar wel, aan Jeske en Leentje van de frituur en Koen de coiffeur. Ik blijf hier geen seconde langer. We gaan naar huis. Spijtig, ik begon me juist te amuseren. Het is nog zo vroeg, hè? Zeg, is er hier niks anders in de buurt dat we nog kunnen doen? Ja, het casino! Maurice! Bieke, mijn werk. Ja, Radio Hallo is uit een eter gehaald, hè? Door de schuld van die stomme kwezel.
Maar ik heb daar niks mee te maken. Ja, jij niet, hè? Die andere kwezel, schepende leider. Ja, ik heb het gehoord. Maar, het is precies de kaart van Afrika op zijn kop. Ja, dat zeg ik. Die moet gewoon van Kadrini hebben mij gedacht. Ja, dat komt ervan, hè, meneer Boma. Met mijn Mark was u dat nooit overkomen. Ja, maar had ik dan luisteraars gehad? Ja, alleszins meer dan nu. Nu zijn jullie licentie kwijt. Ja. Hey, met een goede kameraad en burgemeester, die zal er wel voor zorgen dat ik mijn vergunning weer krijg. Ja, ja, maar ik denk niet dat er nog een toekomst weggelegd is voor DJ BB. Oh, daar zit ons zwarte schaap. Mark! Wat is er gebeurd? Ik heb tijdens mijn romantiseur een kaas omver gegooid. Het is niet waar, hè? Ja. Schatteke, hoe doet jij dat toch? Ja, zo, met mijn rechterhand. Ja, heel Radio Figaro is uitgebrand. Ah! Meneer Grootjans was razend, hè? Hij heeft mij direct ontslagen. Allee, vertrouwen. Uit dankbaarheid, hè? Krijg je van mij nog één kans, hè? Huh? Ja. Als ik mijn vergunning terugkrijg, dan mogen jij weer bij mij alle dagen plaatjes komen draaien op Radio Allo. Echt? Maar op twee condities, hè. Dat is prima. Dat je nooit geen kaars meer doet branden in de studio. Oké, beloofd. En ten tweede, dat je minstens om het uur mijn lijflied draait, hè, van Tom Zornes, hè. Wat snel, pussig, hè. Oh. Meneer Boma. Wat snel, pussig, hè. Oh.